De 65-jarige Desiree van Zomer is een van de mensen die de dupe is van de bezuinigingen. Op dit moment, dus nog voor de bezuinigingsronde, houdt ze 59 euro per week over. Daar moet ik boodschappen van doen. Eten, kleding, cadeautje voor mijn kleinzoons. De kapper, dat is altijd een dodelijke, want dat kost 30 euro. Dan ga ik naar een vriendin, weet je wel, die dat niet zo duur doet. Maar, bedoel, dat gaat gewoon niet. Je loopt vast. En ze is niet de enige. Ruim 3000 bijstandsgerechtigden krijgen ermee te maken. Dat komt omdat er volgens de wethouder structureel te weinig geld uit Den Haag komt. Dus we hebben nu echt wel maatregelen moeten treffen, hoe pijnlijk ook, om weer een beetje binnen de kosten te blijven. Van Zomeren is boos over het feit dat de wethouder niet buiten haar eigen portefeuille naar geld gezocht heeft. Terwijl het een links college is en die zeggen dat ze sociaal zijn en groen, maar ze kiezen voor een weg en om de armsten daarvoor in feite te laten opdraaien. Want er is wel 135 miljoen voor een weg. Er is bovendien geld voor bamboe verkeersborden. Hoe gek moet je het krijgen? Ik snap, dat is ook lastig uit te leggen. Want als jij 15 euro per maand minder krijgt en je hebt dan niet veel geld, dan voel je dat, dan raakt je dat. Tegelijkertijd hebben wij ook al afspraken gemaakt over hoe we de stad bereikbaar houden. Dus zelfs als we dat niet zouden doen, dan nog zou de helft van de bezuinigingen die we nu doen toch nog nodig zijn. En ik realiseer me ook heel goed dat het mensen raakt in de stad. In januari al zullen Leidenaren die in de bijstand zitten merken dat ze minder geld krijgen.